van Polestar. Vandaag kreeg ik echt het mooiste compliment ooit op school. Ze vonden me echt mannelijk. En dat is nog niet heel vaak gebeurd. Maar je ziet het ook. Ik denk dat het wel goed zit nu. Hij groeit meer en meer. Dus daar ben ik heel blij mee eigenlijk. Maar we gaan eigenlijk naar de winkel. Dus ik ga eventjes mijn koptelefoon pakken. En mijn gsm. Zodat ik ook de live van Gieten kan blijven volgen. Ja, ik weet het mensen. Als ik haar ooit kan ontmoeten, zijn jullie de eerste die het weten. Maar momenteel staat dat nog niet op het programma. Dus ik heb haar nog niet gezien. Dus ik weet alleen dat morgen een verrassing komt. Meer weet ik ook niet, maar... Dus, en de kerstkaart zit trouwens ook helemaal binnen, dus die laat ik ook nog zien, maar... We gaan eerst naar de winkel. Is dat nu? Tomatensaus? Denk het wel. Oké. Ja, maar we gaan sowieso naar de winkel, maar ik ga eerst overschakelen op mijn gsm, zodat ik ook de live kan blijven volgen. Want ja, het blijft een beetje zo like, als je een idool hebt, zo like, bijvoorbeeld, ik heb een voorbeeld, Jean Thomas, K3, wel bij mij, ik zat dus Gieten. Sorry, Elga, bij je ogen, die noem ik ook, maar ik ga nu naar binnen, ik ga nu mijn gsm pakken en gewoon verder door. Zo, we gaan nu naar de winkel, als je denkt, van anders zijn echt heel veel draadjes aan u. Ja, ik heb de koptelefoon op, inderdaad. Voor verder te kunnen luisteren naar de live. Dat is de eerste keer dat ik echt doe. Dat is moeilijk, want ik hoor haar praten en ik moet nu praten in de camera. Dus ik moet zien dat ik niet iets zeg wat zij zegt. En dat is echt heel moeilijk. Ja, de sleutel daarin. Dus we kunnen binnen eigenlijk. Maar ik ga toch het bakje mee pakken. Ik ga toch het bakje mee pakken voor de zekerheid. Ik wil graag een piek. Voor erop. Ik moest ook nog mijn karretje mee pakken. Dus. En een mondmasker ook nog. Een mondmasker vergeten bijna. Shit. Ah, dat mondmasker. Maar op zich valt het nog wel mee. Zet ik weer in de winkel. Allee, weer in de winkel. Altijd in de winkel. Maar voor mezelf. Drie konijnen eigenlijk. Moet je stro hebben. Moet je staat stro. Voilà. En ik ben hier voor de piek. Piek, ik wil even een zwarte piek. Ik weet niet of ik dat hier heb, een zwarte piek. Dus ik ga eens kijken. Dus ja. Eens kijken. Dat is ook heel veel, maar. Is even lekker, hè? Als ik hem vind. Dus ik ga eens kijken in de fun. Als ik daar niet heb, dan ga ik die bestellen. Want dan weet ik ook niet wat ik moet herhalen eigenlijk. Maar het zal wel zwart zijn als er komt geen piek op, zo simpel is. Ja, ik ben dus eigenlijk wat raad, maar ik weet wat ik wil. Ik wil je nog vinden. Dus jammer dat ze mijn snor niet kunnen zien natuurlijk nu, hè, want het zou natuurlijk al leuk zijn, moesten ze die kunnen zien. Maar ja, helaas kan dat niet. Dus. Ik heb ook de kar bij. Ik ga wat één kip stro gaan halen. Doe mijn konijntjes. En ik heb eten en zo gehaald. En wat drinken. Meer niet eigenlijk. Dus binnenkort nog eens wat meer gaan halen. Dus als ze het daar niet hebben, ja. Dan hebben ze geen zwart. Dus. Ik ben eens benieuwd, dus ik ga naar die winkel daar. Dus we gaan eens kijken, hè. Dus ze hebben mij ook nog een cadeautje gegeven. Dus een buffin. Dat voor Sinterklaas nog eens, denk ik. Dit
wat erin zit, weet ik ook niet. Gaan we straks wel uitpakken en zo, dus dat weet ik ook niet. Ik kan straks even sturen naar die ene in die straat woont. Ik kan niet zeggen welke straat, want dan weet je ook waar die persoon woont en dat is niet de bedoeling. Dus dat je dat weet. Dus dat gaan we natuurlijk niet doen. Mensen kijken altijd kijken. Dus hier zijn mondmaskers niet verplicht op de straat. Wel in de winkels, dus moet je ook niet op hebben. Kan ik even ademhalen. Dus, ik ga zo straks stuur. Dan weet ze dat ook. Als we op de hoek zijn, ga ik sturen. Dan komt het in orde. Dat is ook wel spannend, omdat je elkaar kent, elkaar van TikTok. Maar voor de rest ook niet. En ja, ook van Facebook. Maar dan, dat is wel spannend eigenlijk. Als je dan elkaar gaat zien. Al ja, als we elkaar zien natuurlijk, hè, want als hij niet buiten komt of zo, dan zien we elkaar niet. Hè. Ik heb er toch nog een piek gevonden. Het is geen zwarte. Het is een grijs. Allee, het is een zilver. Hè. Een ster. Maar ja, zoals dat of geen piek, denk ik. Dus ik vind het jammer. Dat wel, maar ik ga gewoon ook verder zoeken. Dus ik hem vind, dan koop ik hem sowieso nog. Dus vaak dat ik hem volgende week of zo vind, of de week, ja, dan koop ik hem sowieso nog. En dan ga ik die sowieso nog gebruiken. Een piek is niet voor geld, begrijp je? Je kunt altijd een andere combinatie doen, misschien volgend jaar of zo. Dan kan je die nog altijd gebruiken. Dus op zich vind ik dat ook niet erg. Dus moet kijken, dat moet er altijd natuurlijk. Het zou wel natuurlijk op beeld zijn, maar we zien wel heel mensen kijken, maar dat is niet de bedoeling. Dus ik ga nu even de camera wegsteken. Dan kan ik haar sturen dat ik in de straat ben. Ja, jullie zien het goed. Hij staat scheef. Maar ik krijg hem niet recht. Dus dan kan hem scheef. Helaas. Ik heb alles geprobeerd. Recht te krijgen. Normaal zou het een zwarte zijn, maar goed. Het was dat of niks. Ik had ook nog een paard kunnen pakken, maar dat was er niet. Ja, die aap hoort er eigenlijk niet meer in, hoor. Dat was voor foto. Dat was op Instagram. Die poort te zijn. Maar nu is hij helemaal compleet. Ja, compleet. Dus, ja. Dat is de boom. Mooi, hè? Dus, ja. Bol. Dus een beetje zo, ik onze naam Bol. Ja, want dat zijn bollen. En dan Star. Leg de link. Zodat je wel hoort, is het eten momenteel bezig te maken. Het is niet vandaag dat het heel gezond is. Maar goed, dat moet ook niet. Dat mag ook eens uitzondering zijn. De regel. Zo, ik zal het kaartje eens laten zien. Wacht, hè. Even een kortje opvang. Dus het kaartje, dat is de tekst die op staat. Mooi. En dit is het. Ons gezinnetje. Dat ben ik. En mooi, hè? Allemaal een strik. Behalve, zij had ook een strikje aan voor de foto. Maar dat lukte niet zo goed om, door te sturen eigenlijk. Alleen om dat op te krijgen. Dus daarmee hebben we besloten om het dan zo te doen. Dus dan is de bedoeling. En dit is een stapel kaartjes. Ik wil ook even dankjewel zeggen aan de postbodes. Want ik merk, de postbodes krijgen heel veel kritiek. Echt heel veel kritiek. En ik vind het heel erg, want zonder die postbodes zouden onze pakketjes hier niet aankomen. Zouden wij geen brief ontvangen, kaartjes. Ik vind dat die hebben ook heel de tijd gewerkt tijdens de corona. Ook als er een lockdown was, hebben die altijd onze post en kaartjes gebracht. Onze kranten, bij mij toch allemaal. Bij mij is het altijd heel goed verlopen. Dus ik wil hier maar zo even in de kijker zetten. Want bij de eerste lockdown was iedereen postbode dit. Het was wauw. Mensen die werkten in ziekenhuis, mensen die werkten
ja, de mensen die gewoon aan het werk waren, dat waren allemaal helden. Dus de, nu de tweede, en toen de tweede lockdown kwam, niet volledig, maar het was wel lockdown, ja, merkte meer en meer kritiek op heel veel mensen, op de winkels, op alles wat je maar kunt indenken. Dan in een keer was niks meer goed, er was niemand die naar buiten kwam eigenlijk om 8 uur om te klappen voor die mensen. Ik heb altijd buiten gegaan voor alle mensen, niet alleen voor de verpleging, maar ook voor de winkels en mensen die aan het werken, voor alle mensen die toen aan het werken waren. Uit respect. En dat, ik even aan mijn, dat moet even aan mijn hart, omdat ik ook merk, vaak op Facebook, heel veel mensen zeggen, ja, maar ja, postbode dit en de postbode dat. Heel veel mensen worden, dat is ook algemeen bedoeld, er wordt tegenwoordig veel meer op social media geklaagd. Ik lees ook heel vaak van die persoon, bla bla bla. Spreek dat met die persoon. Ja, gooi dat niet meteen op Facebook, ook niet over de buren. Wat kan ik eraan doen dat de buren dit of dat? En dat, dat maakt me soms kwaad en heel kwaad. En dan denk ik van, ja, waarom doen mensen zo dit of dat? Nee, ik kan dat echt niet tegen. Ik geef dat direct toe. Heel veel mensen doen dat. En ja, spreek met die mensen. Heb je een probleem met je postbode? Belt naar de post. Belt, vraagt. Wat is het probleem? Waar is mijn pakketje? Dit en dat. Dus maar dat is met alles zo. En de mensen tegenwoordig denken, het is op social media, maar ik zet het er maar op onder comments van ja, vieze woorden. Dat zou niet zo hard aankomen, want ik zit er niet in dat gezicht. Maar als je die persoon ooit tegenkomt op straat, hè, je zal onder een steen kruipen omdat je ooit hebt geschreven. Gewoon, hè, omdat je dat misschien niet dus zegt tegen die persoon zelf. En misschien ook goed ook dat je die woorden niet herhaalt. En ik ben dat ook wel, ik geef dat toe, dat kwetst me ook. Ook vaak op TikTok zie je ook heel vaak, als ik bij mensen in een live ga, echt wat daar allemaal uitkomt. Hè. Op sommige mensen, dat zijn dan meestal jonge kinderen, die dat van alles aan zeggen, denk je, meneer, amai. Durven die dat? Ik durf dat niet eens. Als ik in een live kom, hè, dan ben ik al blij dat ik een paar woorden heb gezegd. Dus ja, het is echt erg tegenwoordig. En dat moest even van mijn hart. Als je iets te zeggen hebt over een persoon, wat dan ook, zeg dat die persoon zelf. Maak daar geen video van, dan niet zomaar op social media, want dat kan leiden tot gevolg, tot een doding. Dus als je iets wil vertellen, ga dan die persoon zelf en vertel het tegen die persoon zelf. En praat dat uit met die persoon, niet via andere kanalen. En ook wat dat vaak gebeurt als ik live ben op TikTok. Ja, maar die persoon, die vind ik niet zo leuk. Nee, want die heeft dat en dat en dat en dat en dat en dat, en dat gedaan. Dan denk je, mijn eigen, moet dat hier komen vertellen? Praat met die persoon. En niet met mij. En dat vind ik heel erg. Dat is ook vragen, kun je niet blokkeren? Want ik vind het niet zo leuk. Want die heeft dat gedaan of dat gedaan. Sorry, ik maak dat. Zo gaat dat met mij niet. Wij zijn een beetje met team positief. En ik vind dat belangrijk dat mensen zich houden aan alles en nog wat. En ja. En nu ga ik rustig op mijn gemak. Nog wat tv kijken, eten proberen maken, dat ga ik doen. Dus vond je het een leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.